sunny boy. Nee, dit is geen romantische Zwarte Piet, maar een blackfaced zanger, namelijk Al Jolson. Een populaire zanger die eind jaren 20 van de vorige eeuw smink gebruikte om zijn liefde voor de zwarte cultuur te uiten. En inmiddels kan dit natuurlijk niet meer. Hè. Het zwart verven met grote rode lippen is controversieel en juist vaak heel discriminerend. Maar dat dit in die tijd heel anders was, bewijst het boek Sonny Boy, waarin de zoon van een zwarte Surinaamse man, Waldemar Nots, en een witte Nederlandse vrouw, Rika van der Lans, wordt vernoemd naar dit destijds populaire liedje van Al Jolson. Het boek begint met twee gescheiden werelden die later bij elkaar komen. De wereld van Waldemar, die in 1927 vanuit Suriname naar Nederland komt en in Den Haag gaat studeren en daar de welgestelde Rika, een 17 jaar oudere vrouw, ontmoet. Een moeder van vier kinderen die haar man heeft verlaten. Een heuse Romeo en Julia op Haagse grond die laat zien dat liefde heel erg sterk kan zijn. Te midden van culturele verschillen, familieperikelen, racisme en op handen zijn de Tweede Wereldoorlog houden ze vast aan elkaar. En helpen ze ook andere mensen. Zo bieden ze tijdens de oorlog onderdak aan Joodse onderduikers en een SS-deserteur. Een waar gebeurd verhaal waarin de grote drama's worden afgewisseld met persoonlijk leed. Want de vier kinderen die Rika uit een eerder huwelijk heeft worden bij haar weggehouden. De ironie is dat juist dat gegeven ertoe heeft geleid dat Van der Zijl heeft kunnen maken van de brieven die Rika naar haar kinderen heeft gestuurd. Dit boek is een voorbeeld van oral history, een persoonlijke geschiedenis, oftewel het leven van een individu. Annette van der Zijl schrijft literaire non-fictie, of zoals ze zelf literatuurhistoricus Kees Vent citeert, ze schrijft een waargebeurd verhaal waarbij ze de gereedschapskist van een schrijver plundert. Aan de basis van het verhaal staan de feiten en bestaande documentatie. Maar om het verhaal te kunnen schrijven gebruiken ze literaire strategieën. Dus een stukje fictie, motieven, perspectiefwisselingen, stijlfiguren en ook flashbacks. Een voorbeeld is het motief van zwemmen dat de schrijver door het boek heen laat lopen bij ocean swimmer Waldemar. Het verhaal begint en eindigt met een zwemmende Waldemar waarbij je kunt afvragen in hoeverre dit überhaupt waar gebeurd kan zijn. De titel Sonny Boy is dus de bijnaam van Waldi, de zoon van Waldemar en Rika. En hij is 2 jaar geleden op 85-jarige leeftijd overleden. Hij is de personificatie van de liefde van zijn ouders. En hij was er trots op dat hun levens, dankzij Annette van der Zijl, voorlopig niet worden vergeten. Gij zult niet doden. Dit is 1 van de 10 geboden die God via Mozes aan de mensheid heeft doorgegeven. Althans, zo staat het in het Oude Testament. Het zijn regels die in aanzien staan binnen het Jodendom, het Christendom en ook de islam. In het boek De Laatste Dagen van Arjan Visser spelen deze 10 geboden een rol op de achtergrond. Maar aan het begin van het boek wordt er een mogelijke moordzaak beschreven. Er is dus blijkbaar iemand in het boek die niet zoveel waarde hecht aan het gebod. Gij zult niet doden. Het is een historische roman die zich afspeelt in enkele Nederlandse boerengehuchten eind 19e, begin 20e eeuw. Met een dokter, Cornelis Boon, die zijn beroep en zijn patiënten niet zo serieus neemt, verslaafd is aan de morfine en een jonge patiënte heeft bezwangerd. Noodgedwongen verhuist Cornelis met zijn vrouw Nella naar een ander dorp. De zwangere patiënte confronteert Nella met haar zwangerschap. En Nella stelt voor om het ongewilde en nog ongeboren kind bij een weduwe onder te brengen. En vooral niks tegen haar man te zeggen. Dat zijn enkele gebeurtenissen uit het eerste deel van het verhaal. In het tweede deel maak je kennis met een boerengezin. Dat te maken krijgt met een verliefde knecht en een vage landloper. Een zwerver die zichzelf als profeet ziet. De Laatste Dagen is een boek waarbij je aan het einde nog een keertje het begin terugleest. Je weet inmiddels wie de moordenaar is en je wilt toch wel even lezen wat er nu met die moordenaar is gebeurd. Het boek voelt een beetje als een echo van de grote 19e eeuwse Russische literatuur van bijvoorbeeld Tolstoj, die ook veelvuldig in het boek wordt genoemd en ook om de omslag van het boek te zien is. De invloed vind je ook terug in de stijl. Het geheim van het verzwegen kind zwol in haar geweten. Het benauwde haar meer en meer te zwijgen over de ware toedracht van het verhaal. De Bijbel speelt een belangrijke rol. Zo zijn veel personages gelovig. De zelfverklaarde profeet en zwerver Peregrino komt als een soort Jezusfiguur over het water aanlopen. En het verhaal van Abraham, die zijn zoon Isaak van God moet offeren, vormt de kern van de chaos die ontstaat op de boerderij. Er ontstaat een religieuze secte waarbij er ondertussen een complot wordt gesmeden door de vrouw des huizes. Het laat zien hoe mensen de Bijbel interpreteren voor hun eigen gewin. Het oog is een bijzonder orgaan. De opvallend esthetisch gevormde iris met in het midden de pupil. In feite niet meer dan een zwart gat. Als we in iemands ogen kijken, kijken we dus in feite naar een leegte. Naar een plek waar licht invalt. Maar het woord pupil is een homoniem. Maar dat betekent ook een leerling of iemand die onder voogdij staat. In de novelle De Pupil van Harry Mulisch komen beide betekenissen aan bod. Simpel gezegd gaat het over een geheim dat de ik-verteller aan de lezer vertelt. Hij vertelt hoe hij na de oorlog onder voogdij van een rijke weduwe in Italië
Italië kwam en waar op miraculeuze wijze de basis voor zijn latere schrijverschap is gelegd. Over dat mirakel straks meer. De overleden man van Madame Sasserat, de weduwe in kwestie, is de uitvinder van de veiligheidsspeld. En zoals je weet heeft deze speld een rondje, net als de pupil in een oog. En dat is niet toevallig, want Moelis heeft het verhaal vol met pupillen en rondjes gestopt. Op de eerste pagina's gaat het over een oog, over een speld en over een centrum. En Madame Sasserat heeft de respectabele leeftijd van 88 jaar. En een 8 is natuurlijk een rechtopstaande bril of een paar ogen. En ook nog eens het teken voor eeuwigheid. Nou, op die manier kun je nog wel even doorgaan, maar je ook verliezen in de analyse van dit verhaal. De pupil is een grapje van Moelis. Het is een sprookje dat hij op 60-jarige leeftijd schreef. En daarin reflecteert hij op zijn eigen schrijverschap en thematiek. Net als in zijn eerdere werk vind je in deze tekst een surrogaatmoeder. Het gaat over het creëren van kunst en de vulkaan Vesuvius speelt een belangrijke rol. En wie de aanslag heeft gelezen weet wellicht dat dit verhaal vol zit met asresten als na een uitbarsting van een vulkaan. De pupil speelt zich af in de buurt van de Vesuvius die Moelis beschrijft als een oog. Het hoogtepunt en de climax van het verhaal is een wonder. De ik-verteller zit samen met de weduwe in een stoeltjeslift omhoog naar de top van de vulkaan. Onderweg omhoog ziet hij merkwaardige figuren zitten die in de stoeltjes zitten die naar beneden gaan. En in deze figuren zou je personages kunnen herkennen uit het werk van Moelis. Hij ontmoet als het ware de personages die hij later zou gaan gebruiken. Moelis wijst de lezer erop dat een kunstenaar een kunstwerk vormt met het materiaal dat er al is. Zoals een pottenbakker een pot vormt uit klei en zoals de uitvinder van de veiligheidsspeld ook alleen de vorm heeft uitgevonden en niet het materiaal. De pupil voelt als een aardigheidje, als een grapje, een verhaal waarin Moelis zichzelf en zijn schrijverschap centraal zet. Kortom, zodat alle ogen op hem gericht zijn.